iedereen, vandaag ga ik het animatiefiguurtje van Dylan Hagens tekenen, samen met zijn katje Jengis, als ik het goed heb. Deze staat ook op de voorkant van zijn agenda. Ik ga hem ook met jullie inkleuren. En hierna gaan we hem leuk op een agenda maken. Dat is het DIY van vandaag. Dus we gaan hem eerst gaan kleuren. Daarna gaan we hem op een agenda plakken. Als een back to school DIY. Deze video gaan we stap voor stap doen. Die ga ik zonder echte knippen ga ik hem tekenen. Dus de hele uitleg erbij voor jullie in mijn reeks DIY YouTubers. Nou, we gaan beginnen. We gaan beginnen met het hoofd van het animatiefiguurtje. En die is een beetje ovalig. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dat is een beetje ovaal. Dan hebben we natuurlijk zijn lijf. En dan gaan we hier een arm eraan maken. Ik heb hem gisteren namelijk al geoefend. Dit is hem namelijk. En dan maken we hier de tas. Met de klep natuurlijk eraan. Met buttons erop. Nou, op de buttons staan mensen van zijn kanaal, als ik het goed heb. Maar ik ga er andere dingen op maken. Zo. En dit kun je natuurlijk met iedere afbeelding doen die je wilt. Nou, dan gaan we aan het haar beginnen, best wel belangrijk. We trekken hier een lijn die zo naar binnen toe loopt. En dan gaat de lijn hier weer terug omhoog. Dan sluit het zo aan. Dan begint zijn haar, loopt hier uit. Dat loopt dan zo terug. En dan gaat hier zo een splitsing in. En dan brengen we hier een boog naar beneden toe. Dan gaan we de kat tekenen. We beginnen hier met een lijn die zo loopt voor het lijfje. In principe loopt het zo door dat je dat ziet in je hoofd. En zijn staart erachter langs. En dan het hoofd van de kat. Dat is een ovaal. Die je tekent. En zo. Zijn oren. Natuurlijk ook het binnenste van de oren. En dan de ogen. Die kun je natuurlijk invullen hoe je wilt. En dus natuurlijk op mijn manier. Zo. Dan een snuitje. En de mond. En de snorharen niet vergeten. Natuurlijk ook de ogen van het animatiepoppetje. Die teken ik wel in de stijl waarin die getekend is. Schouderbandje niet vergeten natuurlijk. En zijn mond is een halve cirkel. Streep erop. Zijn tanden. Zijn tong. En de onderkant van zijn tanden. Zo. Nou, op zijn shirt heeft hij bollen staan. In ieder geval heeft hij een bolletjes trui aan. En die hebben we natuurlijk. Erop tekenen. Zo. Nou, in de buttons ga ik zelf dingen in verzinnen. Dus ik ga er zelf een YouTube logo in maken. En we kunnen er bijvoorbeeld ook een kawaii ster op maken. En bijvoorbeeld een hartje. Net wat je zelf wilt, wat je zelf leuk vindt. Oké. Zo. Nou, dan kunnen we gaan
intekenen. Of in ieder geval, ik heb hier een fineliner. En dan gaan we gewoon beginnen. Je moet niet zijn haren doen, dat doen we straks met een stift. Maar de rest kun je allemaal wel zwart invullen. Oké, nu gaan we verder met inkleuren. Nou pak je dus een stift. Die wat bruiner is. En dan ga je zijn haren mee omtekenen. Aangezien het figuurtje hier geen zwart heeft. Dus voordat we hem gaan inkleuren met potlood, teken ik hem eerst even aan. Zo. En je kunt ook de afbeelding erbij houden als referentie. Kunnen we gaan inkleuren. Ik ga zelf beginnen met zijn gezicht. Zijn gezicht, ook van de animatiepoppetje, is een beetje geelachtig. Dus die ga ik heel licht geel kleuren. Dus eerst eventjes de potloodstrepen weggummen. De pen zal nog wat droog zijn. Je altijd even goed op wachten dat de pen goed droog is. Dan gumpt hij tenminste ook weg. Zoals ik al zei, het figuur heeft een wat gelig gezicht. Ik heb mijn potlood gesloopt, zoals altijd. Mijn potloden gaan altijd kapot. Maar het figuurtje heeft een wat gelig gezicht. Zo. Dus we gaan ook geel gebruiken om het wat meer erop te laten lijken. Ik kleur het groen in. Zo. En dan kun je zo dik maken en zo dun maken als je zelf wilt. Ik doe eerst geel en doe ik zo meteen een laagje oranje eroverheen. Om kleuren te mixen. Het gaat heel goed met potloden. En daar gebruik ik niet hele goede kwaliteit potloden voor. Want die geven meteen veel meer pigment af. Even testen. Dus dat doe ik gewoon geel. Die gaan we heel licht eroverheen kleuren. Gewoon dat even om een ander tintje erin te brengen. En wat ik doe met mijn vingers, ik wrijf het gewoon even uit. Om het pigment een beetje te verspreiden. Vind ik zelf wel zo mooi. Nou, zijn haar is lichtbruin, dus die gaan we lichtbruin tekenen en inkleuren. Ik wil het gewoon rustig in. En hier kun je je tijd voor nemen. Ik bedoel, je hebt waarschijnlijk toch vakantie als je dit ziet. Of als je deze wil maken. En dan is het natuurlijk leuk. Ik teken nog even de lijn duidelijk af. Als de haren beginnen. Die is niet afgetekend. En je zou er ook natuurlijk stiften voor kunnen gebruiken. Wat je zelf eigenlijk wilt. Ik wist dat velen van jullie graag een tekening wilden zien. Met complete uitleg erbij. Vandaag. En wil je dan dus ook zien hoe ik hier een agenda van maak, kun je dus even ook de rest bekijken. Hij heeft hier dus een schaduw ook. Die tekent dan zo wat donkerder. Gaan we over op zwart.
Als je het fijn vindt, kun je je potlood heel scherp slijpen om fijn in de hoekjes te komen. En dan kleuren we dit dus ook verder in. En dit zou je met, dus wat ik dus ook zei, met stiften kunnen doen. Maar ik ben de potlood vind ik er ook wel leuk uitzien. En zijn tong. En met zijn handen ook weer hetzelfde. En een beetje oranje. Dan kunnen we zijn t-shirt gaan inkleuren. Ik heb nou de rondjes zwart gemaakt. Eigenlijk moet je die gewoon wit kunnen laten. En dan de rest in moeten kleuren. En volgens mij is de shirt dus meer wat... turquoise-achtiger, maar ik maak hem gewoon blauwer. En je kunt hem natuurlijk inkleuren zoals je zelf wilt. Dat is natuurlijk het allerleukste van kleuren. Dat je het gewoon moet doen zoals jij wil. Maar je zult wel willen vragen wat voor potlood ik gebruik. Ik gebruik een mix van potlood. Ik heb toevallig nu een aquarel potlood te pakken. Gewoon puur omdat die bij de hand had liggen. En je zit dat dan naar beneden te lopen. Maar ik gebruik normaal potloden set. Ik heb verschillende potloden. Net wat ik bij de hand heb. En net wat ik zelf fijn vind om te gebruiken op die dag. Nou, en ik vind het ook super leuk dat jullie allemaal naar mijn andere kanaal zijn gegaan om te gaan kijken wat ik daar allemaal ga maken. Ik ga mijn best doen om daar iedere dag dus een video te uploaden. Ik heb al een heleboel video's klaarstaan. Zo. En je zou voor dit zelfs de spectrum noir markers kunnen gebruiken. Wat je eigenlijk wil. Zo. Nou, zijn broek is donkerblauw, dus is een spijkerbroek. Die vul ik natuurlijk ook in. Niet helemaal. Ja, onder de randen wat donkerder natuurlijk voor de schaduw. Het is een tas op de afbeelding. Is rood. Dus die gaan we eerst een lichte laag rood geven. En dan zometeen gaan we met donkerrood gaan we er een schaduw op maken. En dan vul je hem gewoon verder in. De binnen van de kant van de tas laat ik eventjes. Ik zal niet eens om dit donkere rood voor gebruiken. Het is gewoon een lichte rood. Zo. Dan heb ik deze. Voor. Even kijken. Moet ik even slijpen natuurlijk. Die is dieper ook. En die ga ik gebruiken voor de schaduw en voor de binnenkant van de tas. Zo. En dan maken we hier schaduw. En dan dit stuk maken we donkerder. Thank you.
natuurlijk je onder de klep. Zo. Ik kleur ook vast het YouTube logo in. De neus van de kat wat lichter. We hebben deze nou toch vast. En zijn oortje al vast. Als je bezig bent, kun je net zo goed doorgaan. Ik ga de zwarte marker even gebruiken voor de oog van Genghis, als ik het goed heb. Als het niet klopt hoe de kat heet, dan volgens mij had ik dat zo begrepen dat de kat zo heette. Maar... Ik neem maar naar Genghis Kern. En dat vul je dan gewoon helemaal zo in. En ook het andere oog. Nou, ik weet dat heel veel jullie Dylan Hagens fans zijn. Dus ik hoop dat ik hem goed getekend heb voor jullie. Ik weet dat zijn shirt niet qua kleur helemaal klopt. Maar ik had die potloodkleur niet. Dus... Maar je kunt het natuurlijk inkleuren zoals jij wil. Dat is het leuke van tekenen. Zo. De ogen van de kat zijn hier bruin. En dan hoeven we alleen maar de kat helemaal in te kleuren. Dus die gaan we helemaal zwart maken. Zo. Oké, nou, dan kun je hier nog even de ster invullen. Het is niet echt ster geworden, maar maakt niet uit. En het hartje. En de randgreep van de tas natuurlijk. Zo. En dan zet ik hier even mijn naam onder. Is hij helemaal klaar? Dankjewel voor het kijken naar deze video. Wil je kijken hoe je hier een agenda van gaat maken? Kijk dan even op mijn andere kanaal, Craft.